De deelnemers van de 17e editie van de Cabrio-dag van de Heren van Schaag beleefden zondag weer een onvergetelijke dag. Tijdens de dag, die wordt georganiseerd door surfclub de Heren van Schaag in samenwerking met Stichting Aangepaste Sport en Vrije Tijdsbesteding, krijgen mensen met een beperking een mooie rit aangeboden in een cabriolet. Ruim 100 open auto's en een grote cabriobus reden dit jaar weer mee. En gelukkig voor iedereen hielpen de weergoden ook deze editie weer een handje mee. Dus het is droog. De zon die komt af en toe door, dus we zijn hartstikke tevreden als je gewoon kijkt naar de afgelopen weken hoe het ging qua weer. Nou, dan is het fantastisch, de eerste droge dag. En die is toevallig weer op 2 juni, Cabrio-dag. Heb je er een beetje zin in? Ja, ontiegelijk veel. Ja, alles loopt op rolletjes, we hebben heel veel cabrio's, heel veel bijrijders, heel veel vrijwilligers, heel veel sponsoren. Kijk, dit is mijn vriend. Kijk, kom eens. Hey, kijk, je mag even naar de televisie. Kijk, als ik tegenwoordig, als je de voorzitter bent van de Heren van Schagen, dan heb je nieuwe vrienden. Dus als wij in de stad rondlopen, dan zien we elkaar. Ja. Hey, toch? Heb je er zin in? Ja. Wel toch? Hey, high five. Oké, nou ja, zie je. We hebben ruim 100 cabrio's. We hebben een cabriobus. En we hebben 180 mensen met een beperking en begeleiding die meerijden. En dan 19 motorrijders die ons begeleiden. Heel veel Heren van Schagen, een stuk of 35. En de vrouwen van de Heren van Schagen en nog meer vrijwilligers. Het SHSV. Dus ja, ik denk bij elkaar 350, 400 man. Nou, we vertrekken straks om 12:15 hier vanaf de markt. Dan gaan we zeg maar richting Tuitje Horn. We gaan zeg maar deel Waaland. We komen naar Heerengewaard. En daar komen we bij de McDonald's in Heerengewaard. Happy Meals, 350 Happy Meals. Met dank aan de hamburgerkoning van Noord-Holland, de familie Pach. En dan gaan we na de pauzehap zeg maar, rijden we door. En dan gaan we Heerengewaard. We gaan door Oude Nierdorp, Moerbeek. En ik moet lachen van degene die hier staan, Moerbeek en uiteindelijk weer Schagen om dan weer hier over de markt te finishen. En dat is eigenlijk wel heel leuk. We gaan dit jaar ook weer over de markt terug. Zodat langs de terrassen, langs de grote kerken komen Schagen binnen. Ja, en dat wordt een groot spektakel. En maak je nou nog zorgen op zo'n dag? Je bent altijd weer heel gerust, zeg maar, als alles goed gegaan is. Dat het veilig is gegaan, dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dus zorgen, gezonde spanning wil ik zeggen. Ja. En ik ben nog even benieuwd, wat is voor jou nou het hoogtepunt op zo'n dag? Nou, hoogtepunt is toch wel, zeg maar, dat de hele markt vol staat. Dat je allemaal blij gezicht ziet met een hoop, hoop bijrijders die er zin in hebben. Hoop high fives. En als dan de hele stoet vertrekt, dan krijg je wel kriebel in je buik. Geweldig. Ik ben weer heel tevreden over alles. Alles reilt en zeilt en iedereen krijgt zijn plek. Het is wel een schuif en doen, maar we hebben de inschrijvingen mogen doen voor namens de SHSV. En je ziet het, iedereen heeft een plekje gekregen. En ik hoop dat we een geweldige dag krijgen vandaag. Hebben jullie veel inschrijvingen gekregen? 181 inschrijvingen en we moesten nog mensen moesten op een reservelijst zetten en zeggen, joh, het lukt niet meer. Echt, het spijt ons. En dat vinden we heel vervelend. Maar iedereen kan en mag mee als het nodig is. Hoe is het zo'n cabriodag voor jou? Nou, het is geweldig natuurlijk. Allemaal mooie gezichten allemaal. De lol die je ervan hebt en dat zie je weer herkennen. Want, oh, ik ga weer mee en het is geweldig. Rij je nou zelf ook nog? Ja, ik rij met de bus van de SHSV erachteraan. En daar doen wij, ik ben eigenlijk de bezembus. En dan neem ik wat ouders mee die hun kinderen begeleiden bij de stops. En ik heb een EHBO'er in mijn bus. En wat is voor jou nou het hoogtepunt van de cabriodag? Als alles geslaagd is, dat iedereen tevreden weer terugkomt. Maar sowieso de gezichten die je ziet en de aardigheid, dat maakt mij al super gelukkig. We maken er een mooi feest van vandaag. Voor de hoeveelste keer is het dat je meedoet met de cabriodag? Ik denk het vijfde keer. Waar kijk je nou het meest naar uit vandaag? Dat het mooi weer is en heel veel mensen eigenlijk aanwezig zijn. En dan gewoon een leuke dag organiseren. Hoe ziet je cabrio eruit? Mooi en luxe. Dus alleen nou wachten van hoe het er verder uitziet. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zin in, ja. Nou, ik denk zolang het hier is, rijden we met de cabrio tour mee, dus. Ja, ik ook eigenlijk wel. Ik krijg er ook al veel landen mee. Ik weet nieuw land al. Maar veel te land, denk ik. Wat is het leukste aan de cabrio-dag? Nou, de gezelligheid en de sfeer van de cabrio. Ja, dus, dat klopt. Ja, en met elkaar gezellig. En het eten wat erbij zit en de patatjes en alles met elkaar. En de McDonald's is ook best lekker. En de muziek s'avonds na de afloop. Ja, dat is vet leuk dat.
Ik zit in de witte. Ik weet niet hoe dat heet eigenlijk, als je niet. Een Porsche zit ik. Ik zit in een witte Porsche zit ik. En ik zit in de blauwe, maar ik heb niet gekeken welk merk het is. Dus, nee, 98. Ja. Nummer 98 heb ik. Hebben jullie een beetje zin in? Ik ja, heb er een wel zin in. Ik zit in 36, ik. Ha, en het is leuk dat er iets georganiseerd wordt van de vereniging, want ik mag zelf niet rijden, want ik heb epilepsie dus. Dus ik ben blij dat er iets georganiseerd wordt voor de mensen met een handicap dus. Ja, ik ook. Ik vind het ook als leuk dit. Nou, ik heb niet echt geteld, maar ik ben wel toch aardig een keer mee geweest. En ben je blij met de auto waar je in zit? Ja, zeker. De auto zit lekker, dus een mooi autootje. Ja. Nou, kijk uit naar de route en een mooie omgeving waar we doorheen rijden en zo. Dus ja. Heb je zin in? Ja, heel veel zin in, ja. Zeker. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, ik ga lekker een tour maken hoor. Ja, heb je er zin in? Zeker. Je hebt er wel zin in. Ja, hoe is het keer dat je meedoet? Al heel lang. En wat maakte de Cameriodag zo mooi? Mooi weertjes. Ik ben met de auto waar ik hier zit. We maken er een mooie dag van. We maken er een mooie dag van, ja. Veel plezier, hè? Dankjewel. Tot ziens.